Hey, en bedankt voor het kijken. Ik wil het eventjes 2 minuutjes met je hebben over deze film, namelijk Food Matters. Food Matters is een van de beste documentaires die ik ooit over voeding heb gezien, zonder te overdrijven. Waar deze film over gaat, het zijn verschillende experts die aan het woord komen, diverse artsen, maar ook bekende namen zoals David Wolf, Charlotte Gerson, wat de dochter is van Dr. Gerson, die de Gerson-therapie, een van de eerste cures, dus behandelingen voor kanker op natuurlijke manier heeft uitgevonden. En andere bekende namen komen aan het woord op deze DVD. En wat je eigenlijk in de essentie leert, is dat niet alleen je bent wat je eet, dat voeding ons medicijn zou moeten zijn en dat ons. Eigenlijk zoals we nu eten, voeding alleen maar schade brengt aan onze gezondheid, zonder dat we het doorhebben. En dit is iets wat je me vaak hoort zeggen, maar we denken vaak dat dingen gezond zijn. Maar op deze DVD leer je ook hoe voeding daadwerkelijk echt wordt bewerkt, wat er daadwerkelijk echt met je voeding wordt gedaan. En je leert in te zien dat wat je eigenlijk dagelijks eet niet per se zo gezond is als dat je denkt dat het is. En je leert echt de achtergrond te begrijpen over wat voeding met je doet, hoe onze voedingsmiddelenindustrie in elkaar zit. En eigenlijk alles wat je zou moeten weten om je gezondheid naar een veel hoger niveau te gaan brengen. Want na deze DVD zul je daadwerkelijk begrijpen dat zoals je het altijd hebt gedaan, niet per se de beste weg is. En deze DVD voorkomt echt dat je over 20 of 30 jaar erachter komt, had ik maar. Had ik maar deze DVD gekeken of had ik maar deze simpele wijziging in mijn voeding gedaan. En het is, ik zal het kort eventjes vertalen, het staat in het Engels erop. De DVD is Engels gesproken, maar Nederlands ondertiteld. Het gaat erover hoe onze voedingsindustrie duizenden miljarden dollars wordt gestoken in zogenaamde oplossingen, terwijl we nog steeds lijden aan chronische ziekten, alledaagse ziekten, dat eigenlijk onze huidige medische wereld niet echt de oplossingen heeft voor voor de ziektes die we hebben, eigenlijk dat het alleen maar symptoombestrijding is. Maar dat er daadwerkelijk veel betere oplossingen zijn. Als laatste schrijven ze: Food Matters sets about uncovering the trillion-dollar worldwide sickness industry and exposes a growing body of scientific evidence proving that nutritional therapy can be more effective, more economical, less harmful and less invasive than most conventional medical treatments. Dus wat het eigenlijk betekent, is dat er een veel betere manier is van genezen dan dat daadwerkelijk nu daadwerkelijk door artsen wordt verkondigd en dat nu in onze huidige samenleving gangbaar is. Dus als je een goede gezondheid wilt, als je de volgende stap wilt maken, dan moet je echt deze film kijken. Ik heb hem al meerdere keren bekeken en ik leer er iedere keer van, dus ik zal hem je zeker gaan aanraden. Dit was Food Matters, dit was Jesse van der Velde, bedankt voor het kijken.